Welkom bij een nieuwe aflevering van Eetzaken, de podcast van Smaakvol Noord-Holland. Vandaag zijn mijn gasten Tom Hartog, oprichter van Thup's Pizzabakkerij in Alkmaar, en Yvette Pronk. Tom was voorheen actief in de bankwereld en is overgestapt naar de culinaire wereld. En samen zijn ze via crowdfunding hun pizzarestaurant aan het realiseren. In deze aflevering duiken we in Toms overgang van financiën naar horeca, de uitdagingen van ondernemen en zijn visie op de toekomst van Thup's Pizzabakkerij. Maak je klaar voor een smaakvol gesprek, vol inzichten en uiteraard pizza. Nou, welkom Tom en Yvette. Leuk dat jullie mijn gasten willen zijn in deze podcast. Pas op de vonken, die vliegen om je oren. Maar daar zijn jullie wel gewend. Ja, jullie zijn vandaag mijn gast en we gaan altijd beginnen met de favoriete pizza. Wat hebben jullie meegebracht als favoriet? Want we gaan er één maken. Dus jullie hebben daar moeten overleggen wat jullie favoriet is. Of gaan jullie misschien een nieuwe pizza introduceren? Ja, een nieuwe. Ik eet zo ontzettend veel pizza. En ik heb, ik heb heel wat favorieten. Maar ja, die verkopen we ook gewoon. Dus wij hebben best wel... in de toekomst willen we ook wat meer gaan focussen op gezondheid. En gewoon van het hele lijf, darmgezondheid en de hele energiehuishouding en dergelijke. En daarom hebben we nu eigenlijk een hele... best wel redelijk op het oog simpele pizza met een hele goede smaken. Met knolselderij en venkel en gefermenteerde knoflook. Lekker. Onder andere en wat gekarameliseerde ui, maar in ieder geval gewoon heel lekker, maar ook wat meer de gezondheidskant op. Precies. Dus wel kaas, ja, maar dan wat meer met groenten en niet zozeer vlees belegd of vis. Ja, ja. En ook niet zo heel veel kaas hoor. Kaas die ondersteunt het eigenlijk een klein beetje en is geen hoofdmoot. Nee. Ik zie ook geen tomatenpuree of tomatensaus. Nee. Dus dat is... de pizza, met heel veel pizza's, om die het best tot zijn recht laten komen, de ingrediënten, zit de saus eigenlijk in de weg. En in dit geval is dat dus ook zo. Als je hier saus op zou doen, dan zouden heel veel smaken wegvallen die je wel wil hebben. En wij hebben ook een aantal pizza's bij ons op het menu die ook expres geen saus hebben, om bepaalde andere smaken weer omhoog te brengen. Ik zie hier wel wat... Wat is dit? Dit is een mengsel van room en geitenkaas. Oh, okay. Als basis. Dat gebruik je in plaats van nu de tomatensaus. Daar ga je dan mee beginnen. Ja. Oké, leuk. Ik zou zeggen, laten we jullie favoriete pizza gaan maken. Ja, zal ik beginnen? Ja. Jullie maken je eigen deeg. Is dit het deeg wat je ooit hebt bedacht? Of is dat ook onderhevig aan ontwikkeling, aan smaak? Allebei een beetje. De basis is nog wel redelijk hetzelfde. Alleen ik ben wel andere meelsoorten gaan gebruiken. Okay. Waardoor die dan toch wel weer best wel is veranderd over de jaren. Mm-hmm. Want wat is het nu? Kun je een beetje vertellen wat je gebruikt? Nou, dan wordt er gebruik gemaakt van 4 soorten meel. Ja. Sojameel, rijstmeel en, laat zeggen, normaal 00 meel. Ja. Dat is een, dus niet glutenvrij, nog niet. Hebben jullie wel glutenvrije pizza's? Bieden jullie dat aan? Nee, maar dat gaan we wel weer doen. Oké. Alleen dat is dan wel echt glutenarm, want wij werken in een hele glutenrijke omgeving. Ja, precies. Dus glutenvrij voor een pizzeria is echt onmogelijk. Maar we gaan wel weer een bodem maken die glutenvrij is. We kregen die vraag... Oh, ik moet trouwens... Hij mag niet te groot, denk ik. Nou, we hebben... Even kijken. Ik denk dat hij goed is. Zo. Past erop. Ja. Hij is sowieso... Hij wordt wat lang gerezen, waardoor de gluten ook afbreken. Dus hij is niet hoog in gluten. Ja, precies. Oké. Hartstikke goed. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Wat is de volgende stap... Nou, breng eigenlijk gewoon even een beetje een romige basis aan. Ja. Nou, de oven die loopt lekker op. Dit is voor deze pizza erg lekker, maar het is niet per se nodig. Je kan ook gewoon alleen mozzarella doen. Oké. Okay. Nou, dit was een geitenkaas en een room. Ja. combinatie. Ja. Dat hebben jullie zelf gemaakt? Of is dat... Ja. En deze pizza hebben jullie afgelopen week samen ontwikkeld? Bedacht? Of was het al iets in je achterhoofd? Nou, gewoon samen in gesprek. En Yvette is heel sterk in hele gezonde dingen heel lekker maken. Oké. Dus als ik dan die vraag stel van wat zullen we doen, dan komen er altijd wel hele interessante opties uit. Leuk. Okay. En Yvette wilde ook wil heel graag zelf knoflook gaan fermenteren bijvoorbeeld. Ja. En goed, er zijn gewoon hele lekkere smaken bij elkaar. Mm. En het is gewoon wat anders. Precies. Dan de standaard, zeg maar. Nou, dan de volgende stap is dus de... Is dat mozzarella? Dat is mozzarella. Ja. Dus puur een beetje ondersteunen, dat het een beetje bindt en... Dan hebben we hier knolselderij en venkel. Zitten bij elkaar in een bakje. Dus en hebben jullie die geroosterd of is dat ook gefermenteerd? Want het ziet er wel interessant uit. Nee, is geroosterd. Yvette heeft dit klaargemaakt. Wat heb je er allemaal mee gedaan? Vertel eens, Yvette, wat heb je gedaan? Nou, gewoon heel simpel, langzaam geroosterd. Zodat de suikers een beetje vrijkomen. Dus wordt je wat zoeter van smaak. Precies, ja. En lekker zacht. Oh, ja. En gaat de hele venkel op. Ja. Hartstikke goed. Ja. Hey, en die knolselderij, dat is van onze grote vriend Boertet. Die jullie wel bekend, denk ik. Ja, of we dat daar vandaan hebben? Ja? Nee, dit hebben we gehaald bij de EcoPlaza. Ah, oké. En ik weet eerlijk gezegd niet waar zij dat nou weer vandaan halen. Nou, dat zou heel goed kunnen dat het gewoon een boertetknol knol is. Leuk. Ja, het is dus ook allemaal biologisch wat we hier wat hier op de pizza gaat. Leuk. Hey, en ik zag je net zijn dat uien? Dit is gekarameliseerde ui in balsamico. Mm. Een beetje dat zoetje erbij. En dat kook je dan in, Yvette? Ja. Ook langzaam natuurlijk. Ja, uien hebben altijd tijd nodig om smaak te ontwikkelen. Ja. En dan afblussen met balsamico-azijn. En als je een hele goede hebt, dan wordt die al lekker stroperig. Precies. En wat goedkoper kan je altijd nog iets van een zoetje bij doen. Ja. Leuk. Nog wat geroosterd venkelzaad erbij. Nog meer smaken. Mm, lekker hoor. Ja. Ja. Dan hebben we hier de gefermenteerde knoflook. Ja. Ik vind dat zelf een super lekker ingrediënt. Je kan er van alles mee maken, allerlei sausen. Ja. Je ziet die tenen zijn helemaal zwart geworden. Hè, ja. Ja, en ze smaken een beetje balsamico-achtig zoet. Maar wat voor kruiden heb je daar nog bij gedaan? Helemaal niks. Helemaal heeft niks. Gewoon tijd nodig. Gewoon puur knoflook. Leuk. Ja, maar het smaakt echt totaal niet meer. Ik doe het zelf ook wel eens. Gewoon een bolletje in de oven. Even lekker zijn gang laten gaan. Maar ik heb ze nog niet zo zwart gehad. Nee, het duurt ook echt een paar dagen. Ja, precies. Ja. Echt, leuk. Leuk. Kijk, ik heb hier een plankje als je... Heb je wel eens geproefd? Nee, ik ben daar wel heel benieuwd naar, ja. Leuk. Iets meer in de microfoon praten, super. Mm. Ja. Ja, ik denk gewoon even draaien. Ah. Sorry. Yes. Vind je ervan? Die structuur is heel lekker. Ik hou ervan. Heeft totaal nul smaak naar knoflook. Ja. Het is bijna, ja, die balsamico, die proef je terug. Maar je hebt geen balsamico gebruikt, dus het is puur het product. Heel erg lekker. Ja. Mm. Nou, dat belooft wat, deze favoriete pizza van jullie. Hoe vaak hebben jullie hem al gegeten? Nou, we hebben deze pizza in heel veel vormen de afgelopen jaren wel gegeten, hoor. We hebben nu door alle drukte van de afgelopen tijd wat minder uitgeprobeerd. Ja. Maar in principe proberen we een heleboel dingen uit. Gewoon ook voor de toekomst om weer nieuwe leuke pizza's te kunnen aanbieden die net even de andere kant op gaan. Leuk hoor. En nou zou je dit nog misschien kunnen aanvullen met wat peer, als je dat lekker zou vinden. Mm-hmm. Vandaag hebben we het even hierbij gelaten. Oké, een stukje fruit erbij. Of waarom expliciet peer? Ja, peer is een van weinig vruchten die heel goed gaat op pizza. Pizza met peren en gorgonzola is bijvoorbeeld ook echt ontzettend lekker. Ja. En die zou het best wel goed doen op deze pizza. Maar dit is nu ook lekker hoor. En we houden wel van als je de smaken gewoon tot z'n recht komen. Duidelijk aanwezig zijn. Ja, zonder dat je te veel op een pizza gaat gooien. Mm-hmm. Want dan kan het zijn dat sommige ingrediënten gewoon niet tot hun recht komen. Ja. En eigenlijk gooit een Italiaan ook niet meer dan 3 ingrediënten op zijn pizza. Precies. Okay. Dus dat... Dus in principe kan hij nu de oven in. Oh ja, een klein beetje olie. Je wilde nog, ja? Ja, hij ziet er ook heel anders uit dan de normale pizza. Ja, ik ga maar dat is juist het leuke. Lekker. Even kijken, we gaan nog een blokje hout erop gooien. Ja, in principe kan hij... Kan hij zo de oven in. Even iets warmer worden en dan kan hij erin, denk ik. Hè? Hey, leuk. Even tussendoor vraag. Jullie zijn nu samen een pizzeria begonnen. Maar wat hebben jullie überhaupt wat met eten en koken gehad al voor die tijd? Ja, zeker. Als ik al voor mezelf spreek... en Yvette is daar nog eens een keer het miljoenvoudigste van. Leuk, hè? Die heeft helemaal veel meer nog met eten dan ik. Maar ja, ik was vroeger altijd bezig met mijn eigen pizza's maken, omdat ik die lekkerder vond dan de pizza's die ik kon krijgen. Oké. En welke leeftijd hebben we dan over? Vanaf mijn 16e tot... Oh ja, serieus? Je was toen al... Zoiets, ja. Het begon met supermarktpizza's opleuken. Dat ze lekkerder werden, totdat ik mijn eigen pizza ging maken. En heb je daar vroeger iets meegemaakt op vakantie, dat je dat met pizza had? Want waar komt dat vandaan? Wie denkt van, hey, laat ik een supermarktpizza gaan pimpen? Pimp mijn pizza? Nou, ik hou van heel veel smaken en ik hou van heel veel, wat dat betreft, uitproberen. Ja. En ik wil eigenlijk al van alles wel weten hoe het proeft. Nou was dat toen ik opgroeide niet zo, want toen at ik bijna niks. Maar er is op een gegeven moment een omslagpunt geweest dat ik dus wel... pizza brengt wel heel veel verschillende soorten ingrediënten bij elkaar. Dus dat heb je wel weer een inhaalslag gemaakt. Ja. Maar Yvette, wat heb jij... Ja, we moeten allemaal eten natuurlijk om de dag door te komen. Maar heb jij specifiek iets... Nou ja, mijn moeder is Brabants, dus die is iets Burgondischer aangelegd. En vroeger waren we veel aan het bakken, veel worstenbroodjes gebakken. En dat vond ik helemaal geweldig. En mijn broertje die is geboren met de ziekte van Crohn. Dus ik heb eigenlijk met voeding en gezondheid... Daar ben ik ook geïnteresseerd geraakt in voeding en gezondheid. En ik heb gewoon periodes gehad dat ik kookboeken echt las van A tot Z in bed, zeg maar, voor het slapen gaan. Koksopleiding gedaan. En eten brengt gewoon gezelligheid. Absoluut. En dus dat heeft er altijd wel in gezeten. Ja, leuk. Ja. Leuk. Ik ben wel benieuwd, want ik heb natuurlijk een beetje onderzoek moeten doen naar jullie online om jullie beter te leren kennen. We hebben elkaar wel al eerder leren kennen. En... Maar de vraag die je natuurlijk wel regelmatig krijgt als mensen je een beetje kennen is... Hoezo vanuit de financiële wereld de overstap gemaakt? Je bent accountmanager geweest bij een bank. Mm-hmm. Waarvoor heb jij de overstap gemaakt om je te gaan bemoeien met pizza überhaupt? En ging dat zomaar makkelijk of kwam je daar nog wat interessante uitdagingen tegen om van... accountmanager naar dit wat je nu doet? Of de stap te maken in ieder geval? Nou, een hele hoop uitdagingen, ja. Nou, ik werkte toen in Amsterdam best wel een leuke afdeling voor miljonairs en nou ja, hoog inkomen, zeg maar. Mm-hmm. En alleen die bankwereld lag me toen al, heeft me nooit echt zo gelegen. Dat wist te veel op kantoor, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar we hadden toen wel een hele leuke afdeling met hele leuke collega's en gebeurde veel. Maar op een gegeven moment veranderde die financiële wereld heel erg naar dat echt elk puntje, kommaatje moest verantwoord worden en moest gevraagd worden waar het geld vandaan kwam en wie zat daar weer achter en wie zat daar weer achter. En dat zorgde ervoor dat je steeds meer achter je scherm zat. Ja. En toen kwam er een punt bij mij dat ik dat niet meer kon. Mm-hmm. En nou, toen was ik nou ja, begin 30, zeg maar. Ik ben nu 41. Mm-hmm. En toen heb ik gedacht van, nou, ik moet wat anders doen. Ook toen in overleg met de manager daar. Die zag natuurlijk ook wel dat ik niet meer op mijn plek zat. Mm-hmm. En toen kwam het punt toen van, wat ga ik dan doen? En ik wilde heel graag ondernemen. En ja, ik vond deze wereld, die pizza en zo'n restaurant. En dat leek me superleuk. En ik had ook wel het gevoel dat ik wel een bijzonder product in handen had. De jaren, zeg maar, thuis gemaakt. Ja. En dit was in een tijd dat er heel weinig goede pizza's werden verkocht. Mm-hmm. De afgelopen 10 jaar is dat best wel heel erg veranderd. En heb je het dan over de pizza's in de supermarkt of de pizza's bij de pizzeria? Ja. In die tijd vond ik dat er gewoon heel weinig aanbod was van echt goede pizza's. En wat ik al zeg, er is nu is dat omgedraaid, want er zijn heel veel goede pizza's te vinden. Ja. Natuurlijk bij ons, maar ook op andere plekken in de buurt en in Amsterdam en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat is hartstikke goed. Maar ja, en toen op een gegeven moment was het ook gewoon de knop omzetten van, weet je, als ik dit nu wil doen, dan moet ik ook gewoon nu de knop omzetten en vooruitkijken en ervoor gaan. Ja. En kijken, als ik op mijn bek ga, dan ga ik op mijn bek. Ja. En als ik het niet leuk vind, dan stop ik er wel weer mee of zo. Mm-hmm. Maar ik moet op een gegeven moment gewoon gaan. En toen kriebelde ergens wel. Dat. En op een gegeven moment heb ik die knop omgezet. En toen ben ik denk ik wel, zonder overdrijven, 10-20 keer afgewezen voor financiering. Mm-hmm. Door allerlei banken en andere instanties. Wat ik nu ook wel begrijp. Toen vond ik het helemaal niet leuk, maar nu begrijp ik het wel, want ik had natuurlijk helemaal geen ervaring. En, plan wellicht niet. Nou, ik had een heel uitgebreid plan. Ik heb ook wel, commerciële economie gestudeerd, dus ik weet wel hoe je een businessplan in elkaar zet. Alleen, ja, ik ben wel echt in de eerste jaren heb ik hele dure lessen gehad dat ik alleen maar in de praktijk heb kunnen leren. Nee. En uiteindelijk heb ik het gelukkig gered, ja, ik snap ook wel dat in die tijd voor iemand die helemaal geen ervaring had, dat financierders ook wel wat voorzichtig waren. Ja, ja. En zo gezegd, zo gedaan. Ja. Ik zie een temperatuurtje. Ja, zullen we het gewoon proberen? Laten we de pizza in de oven doen. Hij ligt al even, dus ik ga hem even proberen. Ja. Kijk eens. Nou, netjes. Hartstikke goed. Dus die gaat er even een minuutje in op die temperatuur? Ik verwacht een minuut of 2, 3. Nou ja, je vertelde net bij de bank, veel achter de computer zitten, de mentaliteit misschien niet meer helemaal wat je verwachtte van je baan. Toch even over het hek gekeken wat voor kleur het gras daar was. En dat gras was pizza, wat je eigenlijk altijd al wilde doen? Of is het zo gekomen? Je wilde ondernemen, zei je. Maar dat was altijd wel in je achterhoofd, ik wil een pizzeria beginnen. Nee, vroeger wilde ik altijd ondernemen. En het pizzarestaurant, of nou ja, zeker wat we nu eigenlijk gaan doen, de pizzabar, zeg maar. Ja. Laagdrempelig, hele goede producten, wel heel relaxed kunnen zitten. Mm-hmm. Dat is wat ik eigenlijk altijd in mijn hoofd had. En dat vond ik heel leuk. Ja. En het was wel wat dingen die samenkwamen. Want ja, ik wilde vroeger, dat ik 18 was, wilde ik een discotheek openen. Weet je. Ja, precies. Ja. Dus het ondernemen, dat zat er altijd wel in. Maar nu is het kwartje gevallen en het is een pizzabar begonnen. Ja, en ja, ik zag ook wel op dat gebied een gat in de markt. Ja. Als in van, ik denk dat ik best wel goede pizza kan maken. Zeker. En ik denk dat dat te weinig wordt aangeboden. Ja. En ook met de filosofie erachter, qua echt goede ingrediënten, goede producten. Ja. Ja. En daar ook niet aan tornen, zeg maar. Gewoon echt altijd kiezen voor de beste producten die je kan vinden. Precies. Zullen we even kijken? Ziet er goed uit, hè? Ziet er goed uit. Wil je even kijken of de achterkant ook goed gaat? Of, ja, zullen we even draaien? Even, dat we in ieder geval... zeker weten dat we een lekkere pizza gaan... Moet die al gedraaid worden? Of? Ja. Ah, hartstikke goed. Ja, top. Zo. Oké. Hey, en... Jullie zijn elkaar tegengekomen. En toen dachten jullie, dit kunnen we samen veel beter. Nou, nee. Nee, hoe, nou ja, wij kennen elkaar nu, het is het 4 jaar. Ja, zoiets. En ik denk dat dit pas echt een, iets is geworden van de afgelopen 2 jaar, 1,5 jaar. Nou, ondertussen 2 jaar denk ik, hè. Maar hoe is dat zo gekomen dan? Als jullie elkaar al... Je hebt nog nooit zoveel pizza in je leven gegeten, denk ik, dat je Tom tegenkwam. En toen dacht je van, nou, laat ik ook maar... wat kunnen jullie daar ook over kwijt? Nou ja, kijk, achteraf is het zo dat het altijd zo had moeten zijn of zo. En is het heel gek dat we het niet eerder bedacht hadden. Ja. Tom had al... het nieuwe pand had hij eigenlijk ook al voor getekend. En... ja, ik had al een tijdje... Ik werkte heel lang bij woningcorporaties. Waar ik het altijd heel erg naar mijn zin heb gehad. Maar ik was ook wel toe aan iets nieuws. Okay. En het begon een beetje met het zoeken naar personeel. En dat er veel gedaan moest worden. Dat het eigenlijk, dat we ineens erover hadden van... Ja, we kunnen het ook gewoon samen gaan doen. Ja. En dus het is achteraf super logische stap. Maar wat het nooit eerder daarvoor over gaat. Ook omdat je niet heel gauw, tenminste ik niet en Tom ook niet, met je partner samen gaat werken. Precies, dat wil ik net zeggen. Dat is ook best wel... dat is toch wel een beslissing, logisch, die je dan samen maakt. Ja. Want, privé en werk is misschien ook wel belangrijk om dat gescheiden te houden. Want hoe gaan jullie daarmee om, privé en zakelijk? Want dat loopt nu gewoon... Flink door elkaar. Ja, nou oké, we hebben het nu zo druk dat er gewoon geen privé tijd meer is. Maar dat zie ik dan als opstartfase. Ja. Dat jullie het nu zo druk hebben. Ja. Ik denk dat jullie er wel over na hebben gedacht van hoe ongeveer die horizon eruit zeker. Ja, kijk, gaat zien. We hebben het zeker over ook werkverdeling gehad. Hoe zorg je nou dat je ook nog tijd voor jezelf hebt. Maar ook, wat als het nou misgaat tussen ons? Kunnen we het dan ook aan? Ook dat is een zeer belangrijke vraag. Een realistische kijk inderdaad. Ja, en dat natuurlijk ook goed met elkaar regelen. Oké. En dus er komt wel wat bij kijken. En het, zeg maar in de praktijk samenwerken. Het heeft voor- en nadelen. Mm-hmm. We moeten wel echt... zeg maar als we privé zijn, afschakelen. Dat is veel moeilijker, want het is altijd wel dat er weer even iets omhoog komt. En waar we zelf zeg maar op persoonlijk gebied tegenaan gelopen zijn, is dat je eigenlijk alle conflicten met elkaar moet uitwerken. Mm-hmm. Want je moet namelijk daarna met elkaar verder werken. Ja. Dus dat is best wel interessant. Ja. Ja. Dus qua persoonlijke ontwikkeling, denk ik, hebben we allebei sneller stappen gezet door de samenwerking. Dus dat is iets wat ik van tevoren niet had gedacht. Persoonlijke ontwikkeling heeft daar goed goed toch? Gedaan. Dat voor mij wel, voor jou ook volgens mij. Ja, leuk. Ja. Hey, pizza. Ja. Pizza! Hoe vinden jullie hem geworden? Ziet hij eruit zoals dat jullie in gedachten hadden uit onze welvarende pizza oven? Lekker. Ja, het ziet er heel goed uit, zeker. Ja. Ik zou zeggen, snij hem aan. Of is het een haar? Dat kan ook. Ja, zij. Het kan van alles zijn. Hè? Het ziet er wel lekker uit. En ik ben heel benieuwd naar de smaak. Jij zei net wat, Yvette, over anijs en venkel. Ja, nou, ik zei het is niet voor iedereen de meest toegankelijke pizza. Want je moet wel van die smaken houden. Ja. En het mooie aan die anijsachtige smaak vind ik... is dat het aan de ene kant heel uitgesproken is... maar aan de andere kant toch heel zacht en subtiel. Dus het heeft, het heeft een soort van tegenstrijdigheid in zich. Lekker. Nou, ik zou zeggen... Ja, wil je een stukje? Een stukje. Dankjewel. Jari. We gaan jou natuurlijk niet laten... Oh, dat kan ook zo. Dan gebruik jij deze als bordje. Als je dat wil. Nou, ik zou zeggen... Tas toe. Tas toe. Ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Heel benieuwd. Die venkel is duidelijk. Die is niet te missen. Nou ja. Een knoflook, venkelzaad. Nu komt die. Ja, en ik moet toch ik blijf het zeggen, elke uitzending weer. Die bodem van jullie, dat is echt is echt zo goed. Altijd goed knapperig. En goed op smaak ook. Dus het complimenteert alleen met alle ingrediënten die erop gaan. Hoe vinden jullie hem geworden? Ja, erg lekker. Het zegt wat anders. Ja. En jij, Yvette? Ja, helemaal goed. Ik mis alleen op mijn stukje wat van de uitjes. Dus ik mis een klein beetje het zoetzuur. Ja. Pakken wat gewoon af. Een complete smaak. Ja, erg goed. Leuk. Nou, dat geeft niet hoor. Dit is lekker eet-tv. ASMR. Ja. Om weer even terug te komen op privé werkrelatie. Daar hebben jullie dus na 4 jaar... de stap genomen om toch samen te gaan werken. Omdat jullie relatie eigenlijk, zoals wat ik het net begrijp van jou Yvette, wel goed heeft gedaan in vorm van... als je een keer een ruzie of een meningsverschil hebt, dat je dat ook gelijk moet uitpraten. En niet laten sudderen zoals het vaak gaat in relaties. Omdat je de volgende stap, zakelijke stap, verantwoordelijkheden ook hebt. Dus gelijk uitpraten. Hoe werkt dat voor jou, Tom? Nou ja, het klopt. Het is ook wel een hele grote uitdaging hoor, om dit zo samen te doen. En dat ligt hem voornamelijk in dat je eigenlijk 24 uur per dag met één ding bezig bent. Zeker met hoe druk het nu is. Met wat we allemaal aan het doen zijn, dan bestaat een privéleven eigenlijk niet. En dat is wel eens heel gek, want soms wil je ook wel eens gewoon schakelen naar een soort ontspanning. En als we dan ergens... soorten van ontspannen zijn, dan hebben we het nog steeds de hele tijd over de zaak. Dus dat is nog wel even een ding waar wij onze weg in moeten vinden. Ja? Ja, daar moeten we voor de toekomst wel iets op gaan vinden. Want jullie zijn de laatste keer ook weer op vakantie geweest. Maar ja, dan gaat het toch weer naar Italië en dan ben je toch nog met de producten bezig, vertelde je. Dus daar vind je het ook weer niet echt de rust. Maar dat is wel echt het leuke gedeelte. Hoor. Ja, precies, geen straf. Ja, als we ergens wat zitten te eten of we zijn ergens bij een slagerij of wat dan ook. Ja. En we bestellen een fles wijn erbij, dan hoor je ons echt absoluut niet klagen. Ja. Maar het klopt. Je moet dingen heel snel oplossen, want je kan niet te lang blijven hangen in dingen. Dus dat is alleen maar goed. Mm-hmm. Alleen, na een lange dag van uur of 14 uur thuiskomen en dan nog eens een keer in een soort modus komen dat je ontspannen in privésfeer bent. Mm-hmm. Die omslag is nog best wel... zoeken, daar ben je zoeken. Ja. Maar ja, goed, dan zijn we vaak ook zo moe dat je eigenlijk meteen wel naar gaat slapen. Maar. Ja, want 2015 heb je die beste pizza gewonnen, prijs. Ja. Ja. Weet je nog welke pizza dat was? Ja, zeker. Dat was Valorni, die we ook op de kaart hebben staan. Die heb je nu nog steeds? Die kunnen we nog steeds komen proeven bij je? Ja, ik had alleen toen wel in een luxere versie met eetbare bloemen erop en rucola pesto. En die, zoals die op de kaart staat, is alleen met rucola, zonder rucola pesto. En ja, ik had er toen een hele presentatie van gemaakt met bloemen in de Italiaanse vlag en dergelijke. Over de top, of nou ja, net presentatie mocht ook wel wat hebben natuurlijk. En, maar ja, toen inderdaad gewonnen. Ja, enige keer dat ik ook mee heb gedaan, maar ja. Maar je vertelde net ook wat over dat deeg, over hoeveel soorten ingrediënten erin gaan. Dat is in ontwikkeling, dat blijft in ontwikkeling. Waar heeft dat mee te maken dat dat in ontwikkeling blijft? Door het vinden van externe ingrediënten, die moeten ook weer daarbij als bodem weer passen? Of hoe kun je ons wat vertellen over hoe werkt dat? Nou, de bodem. Ik gebruik bijvoorbeeld sojameel. En op een gegeven moment ben ik bij een biologische boerderij hier in Nederland het meel gaan halen. En dat sojameel wat ik daarvan heb is best wel dik. Bijna kleierigachtig. En toen heb ik de samenstelling wat moeten aanpassen. Maar ja, is wel heel erg belangrijk voor de smaak. En in de toekomst wil ik nog wat meer volkorenmeel gaan toevoegen. Maar dat zal een lang proces zijn waarbij ik de kwaliteit van de pizza, die moet minimaal hetzelfde blijven, het liefst beter. Ja. Maar dat komt dan omdat Yvette eigenlijk haar kennis en kunde ook aan tafel heeft gebracht. Wat jullie net zeiden over wat gezondere insteek. Dat je daarop ook weer het deeg gaat bedenken. Ja, het is sowieso leuk om dingen uit te proberen. Ja. En als ik daar weer wat meer tijd voor heb. Ik heb bij die molen heb ik ontzettend veel soorten meel al wel eens besteld. En dan voeg ik gewoon wat toe. Dat kan als in Duits speeltmeel zijn of Frans meel. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. En dan maak ik gewoon hele kleine deegjes. En dan ben ik gewoon benieuwd wat er gebeurt. En ja, zo blijf je een beetje, beetje mee spelen. Doorgaan proces. Ja, en uiteindelijk is heel belangrijk voor ons deeg is de kracht van het meel. Van het hoofdbestanddeel. Of de waterkracht, zeg maar. Want wij laten het heel lang reizen. En wat is heel lang? Minimaal 48 uur. En wat er dus voor zorgt dat er heel veel antioxidanten bij gecreëerd worden. En inderdaad heel veel gluten al worden afgebroken. Waardoor het eigenlijk een hele licht verteerbare pizza wordt. Ja. En misschien heb je dat verschil wel eens geproefd als je ergens een pizza eet. Dat je een hele steen in je maag hebt als je hem op hebt. En bij ons, dat durf ik me half in de vuur te steken. Absoluut niet. En dat heeft daarmee te maken. Ja. Dus het deeg wat wij vandaag maken, dat kunnen we op zo vroegst pas over 2 dagen gebruiken. Ja. Okay. Ja. Nou, jullie zijn nu net onlangs verhuisd naar een grote pand. Want jullie deden voorheen hebben even kort een zaak gehad waar mensen kunnen aanschuiven. Daarna is het bezorgservice geworden. En nu zijn jullie vanuit die bezorglocatie naar een locatie gegaan waar jullie eigenlijk een gastronomisch pizza-imperium / delicatessenzaak aan het beginnen zijn. Kunnen jullie wat vertellen daarover, hoe jullie bij dat idee gekomen zijn? Want het gaat geen normale pizzeria meer zijn, begreep ik. Wat is daar vooraf gegaan? Er komen heel veel dingen samen. Ik was bij het Waagplein ben ik toen het eerste restaurant begonnen. En toen wilde ik eigenlijk dat gedeelte ook al met die delicatessen, met mooie producten kunnen verkopen. Alleen, dat heb ik geprobeerd, maar er was zo weinig ruimte dat dat eigenlijk niet werkte. En toen heb ik dat eigenlijk een klein beetje losgelaten. En Nou ja, toen zijn we dus uiteindelijk gaan bezorgen. Heel lang verhaal kort te maken, met corona wat ertussen kwam, zijn we dus nu hier beland. Op een locatie waar we eigenlijk alles kunnen doen wat we willen. Daar is het groot genoeg voor. En we hebben een achteruitgang waar we kunnen blijven bezorgen zonder dat de mensen in de bar het last van hebben. Ja. En ja, het winkelgedeelte wat Yvette dan voornamelijk voor haar rekening gaat nemen. Delicatessen. Ja, stuk. Dat wordt een delicatessenstuk, maar dat wordt ook veel meer dan dat. En dat kunnen we gerust aan Yvette overlaten. Maar we waren laatst bijvoorbeeld in Londen, in Shoreditch. Superleuke wijk met heel veel creatieve winkels. En ja, daar hebben we zoveel dingen gezien. Dat vinden we zo gaaf om ook in de winkel straks te kunnen gaan verkopen. Leuk. Maar dat moet een beetje gaan groeien. Van hele mooie, lekker eten, mooie producten. Tot andere leuke, gekke dingetjes, design dingen, wat we willen gaan doen. Maar dat kan ik beter het woord aan Yvette geven. Want die, nee, ik weet niet zo goed wat ik daar nog aan moet toevoegen. Hoor, maar, Nou goed, we komen er straks natuurlijk nog op over dat stuk. Want voordat die delicatessenzaak en pizza, nou ja, gastronomische pizza plek überhaupt is kunnen gaan starten, hebben jullie een crowdfunding actie op gaan zetten. Zijn jullie een crowdfunding actie op gaan zetten? Wat heeft jullie doen beslissen om de hand te reiken naar crowdfunding? Je gaf net al een beetje aan van ja, maar dat was helemaal in het begin over van dat de banken niet zo enthousiast zijn. Maar nu crowdfunding, want dat is toch ook best wel een ding. Zeker een ding. Ja, de korte versie is eigenlijk dat wij via een financieringspartij een aanvraag deden. En toen werd er eigenlijk gezegd, het was ook een beetje in de tijd dat de Oekraïne-oorlog net begon en de energiecrisis. Dus net uit corona, dat banken werden met de dag voorzichtiger. Nee. En er werd eigenlijk gezegd van nou ja, we willen ongeveer de helft wel doen. En de andere helft moet je dan ergens anders vandaan halen. Mm-hmm. Nou, toen zijn we gaan rondkijken van ja, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? En toen kwamen we crowdfunding tegen. En dan zeker het platform waar wij bij uiteindelijk zijn gegaan, Crowdabout Now. Dat gaat heel erg over je community en over je klant en over je ja, dat echt samen doen. In plaats van dat het een hele kille financieringsstructuur is. Ja. En toen we daar naar keken en daarover hadden, vonden we dat eigenlijk zo gaaf. Dat je eigenlijk een soort achterban creëert. En dat we zoiets hebben gehad van, nou ja, weet je, als we het voor elkaar krijgen, dan gaan we gewoon alles doen via crowdfunding. Okay. En als het niet lukt, dan kunnen we altijd nog gaan kijken van, dan gaan we het laatste stukje ergens anders financieren. Maar nou, toen zijn we daar vol voor gegaan. En ja, dat is een ontzettende bijzondere reis geweest eigenlijk. Ja, want dat is. Wat kun je daar ons over, of de kijkers en de luisteraars daarover vertellen? Van welke stappen hebben jullie moeten doorlopen om überhaupt een goedkeuring te krijgen? Want het is niet zo van ding dong en ik krijg een zak met geld. Nee. Heb je een bedrijfsplan moeten schrijven? Heb je je financiële moeten onderleggen? Hè, je ideeën. Kan je daar wat over, kunnen jullie daar wat over vertellen? Nou, eigenlijk een hele uitgebreide inventarisatie van wat ga je doen, wat wil je doen, wie ben je, hoe sta je ervoor. Ja, heel uitgebreid natuurlijk beschrijven. Samen hebben wij een ondernemingsplan gemaakt die ja, ontzettend uitgebreid was. En dat hebben we later weer wat beknopter gemaakt om dat een beetje leesbaar te maken op de site van Crowdabout Now. Dus te technisch was het? Even, of nou, er zit gewoon te veel. Heel veel analyses in bijvoorbeeld, waar je misschien niet zo heel veel aan hebt. Nee, wat ik nu het erover hebben, wat ik me nog kan herinneren. Wij moesten zelf ook omschakelen, want eerst zit je dus met, inderdaad over cijfers met de banken aan tafel. Mm-hmm. Ja, het zijn eigenlijk hele saaie gesprekken. En toen moesten we echt weer die omschakeling maken naar van ja, maar waarom doe je het? Dus het eigenlijk ja, het hele verhaal erachter. Wat wel heel leuk was, maar dat duurde ook even voor ons om die omschakeling weer terug te maken toen. En dat is allemaal in die 6 maanden waar we het net over hadden. Ja, dus het is eigenlijk ook weer je plan herschrijven. Terug naar de tekentafel, even dingetjes herzien. Ja, en dan waarom doe je de dingen en wat wil je nou eigenlijk bereiken? En wie ben jij? Weet je, dat is, staat veel meer centraal in dat crowdfundingsverhaal. Wat het ook meteen een stuk persoonlijker maakt. Die hele... Ja, er zit ook veel meer van onszelf nu, zeg maar, in dat hele proces van geld ophalen. En dat komt weer ten goede voor de community die je wilde bouwen. Ja. Dus echt wel een soort met transparantie creëren voor de mensen die wilden investeren. Ja, zeker. Ja. En het is ook natuurlijk een ander type investeerder, hè, die investeert via zo'n platform. Wat kan je daarover vertellen? Hoe bedoel je ander type... Bij Crowdabout Now of in... Bij Crowdabout Now ten opzichte van investeerders die echt investeren om daar eigenlijk gewoon geld aan te verdienen. Precies. Dus hier staat het sociaal-maatschappelijk eigenlijk veel... Het gunnen ook. Het gunnen, veel hoger. Dus het is gewoon een groot verschil. Dus ook, zeg maar, met Crowdabout Now konden ook kleine investeerders met een klein bedrag investeren bijvoorbeeld. Want die hebben daar niet... Ja, krijg je daar niet superveel voor terug. Maar dan gaat het erom dat je eigenlijk je lokale ondernemer bijvoorbeeld wil steunen. Of, ja, en wie steunt er geen goede pizza in zijn stad? Ja, precies. Ja, het is echt... Zo is het maar net. Ja. Het klinkt misschien grappig, maar ik vind jullie echt heel erg bijzonder. En... Ja, nou, maar het is ook, we hebben ruim 180 mensen hebben geïnvesteerd in de crowdfunding. Ja. En er zijn, het zijn allemaal natuurlijk hartstikke fijn dat ze dat hebben gedaan. Maar we hebben ook best wel wat verhalen gehad of gehoord over mensen die dat juist heel leuk vonden. Dat het zo lokaal was dat ze het konden zien. Ze kunnen het bezoeken. We hebben ook onze schuin tegenover buurman die zei van... Ik vind het zo leuk dat jullie de straat leuker maken, weet je wel. En die hebben toen ook geïnvesteerd. Wow. En het wordt heel tastbaar. Ja. Vergeleken met je hebt geld op je spaarrekening staan en je hebt geen idee wat de bank daarmee doet. Ja. En dit is heel tastbaar. Ik heb €1000 ingelegd, zodat jullie zeg maar kunnen starstarten. Ja, leuk. Of €100 of 10.000. Alle bedragen die zijn natuurlijk voorbij gekomen. Dus dat is gewoon heel leuk. Ja. Nou, jullie hebben natuurlijk een flink bedrag opgehaald. Hoe hou je die financiën nu in de gaten? Hoe gaat dat in zijn werking? Want het is niet zo van hier heb je een zak met geld. Want ik geloof dat er iets van 2, bijna 3 ton is opgehaald. Ja. Hoe gaat dat in zijn werking? Waar staat dat geld? Staat het op je rekening? Of krijg je dat met plukjes? Of moet je dat invullen wat we nu nodig hebben voor de investering? Kun je daar wat over vertellen? Nou, dat geld is al weg. Hele leuke vakantie. Ja. Nou ja, dat geld krijg je dan in 1 keer gestort. Of tenminste in 2 keer in dit geval. Alleen, we hebben zoveel verbouwd en zoveel dingen moeten aanschaffen en dergelijke, dat we raken op het eind, Ja. Het is echt, gaat ontzettend snel. En, maar de stip aan de horizon, zoals ik het altijd zeg, die is nog wel... Nou, de bar die wordt momenteel... kleiner? Nee. Het podium, zoals we hier zitten, wordt het podium van de bar gebouwd. En dat half september, eind september wordt de bar zelf erin gebouwd. En komende vrijdag wordt het plafond gespoten met een akoestisch spuitwerk. Ja. En dat zijn even de belangrijkste zaken nu, waardoor we straks echt door kunnen. En daarna hopen we in ieder geval wel open te kunnen. En dan gaan we daarna wel langzaamaan dingen toevoegen of veranderen. Maar we focussen ons nu dat we in ieder geval zo snel mogelijk als bar open kunnen. Want dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Want de kosten van verbouwen zijn gewoon ontzettend hoog. En aanschaf van machines en materialen. En als je niet uitkijkt, dan gaat het hard. Ja, snap ik. Wat zijn belangrijke lessen die jullie hebben geleerd van het crowdfunding? Als je een klein advies wil geven aan ondernemers die er ook over na zitten denken. Reserveer vooral heel veel tijd ook. Want je moet echt, als je er zelf niet staat, gebeurt er gewoon niks. Nee. En dat is, ja, wij zijn natuurlijk met z'n tweeën, we hadden heel veel te doen. Mm-hmm. En we hadden echt een periode dat we wat tegenslag hadden, ook qua personeel en zo. En toen konden we eigenlijk bijna niet erop uit. En we moesten wel, en dat heeft heel veel druk gegeven. Erop dus, uit? Ja, echt letterlijk erop uit. We hebben brieven bij mensen in de bussen gedaan. Evenementjes georganiseerd. Om te krijgen, nee, voor investeerders. Dus mensen in de buurt. We hebben de buurt uitgenodigd. Yes. Brieven gestuurd. Ja, je probeert op een... om maar kenbaar te maken dat jullie bezig zijn met crowdfunding en die steun zoeken. Dus jullie zijn echt letterlijk de straat op gegaan van deur tot deur. Ja, klopt. In jullie... en wat ook bleek is dat mensen crowdfunding nog associeerden met geld weggeven. Ja. Dus dat hadden we ook. Als ik nu terugkijk, hadden we daar eigenlijk wat eerder soort van voorcommunicatie op kunnen doen. Van wat is dat crowdfunding? Duidelijkheid geven. Ja, en mensen gaan ook niet de eerste keer investeren. Hè. Ze moeten het een paar keer zien en horen. En dus het heeft gewoon echt tijd nodig. Ja. Dus ja, wij hadden dat proces misschien iets te rooskleurig ingeschat of zo, waardoor we wat stress kregen. Positief, het is ons gelukt, maar ja. Nou, rooskleurig wil ik niet zeggen, maar inderdaad wel. De tip is inderdaad, zorg ervoor dat je er tijd voor hebt en dat je echt je tijd erin kan steken om de mensen eigenlijk zieltje voor zieltje te winnen. En dat klinkt een beetje... niet zo respectvol, maar het is wel echt... we zijn echt letterlijk de straat op gegaan. We hebben letterlijk brieven in brievenbus gegooid. Ja. Ik hoor nu dus, en dat zeiden jullie net in het begin, over dat Crowdabout Now, is dus jullie hebben letterlijk die community zitten bouwen. Ja. Deur tot deur. Ja. Huis tot huis. Ja. Ja. Dus... Ja, en ik heb mensen gebeld die al lang klant bij me waren. Ik heb al onze klanten die vroeger hadden besteld, die hebben we bestookt met brieven en berichtjes. Ja, en, op een positieve manier. Ja, zeker op een positieve manier. Ja. Maar er zijn natuurlijk altijd wel mensen die dat niet zo heel erg fijn vinden om los van dat ze een pizza bezorgd krijgen. Maar we hebben er heel veel moeten doen en er heel veel tijd in moeten stoppen. En de tijd die we eigenlijk op een gegeven moment ook niet zo hadden. En dat merkten we ook toen wel. Dus als je gaat crowdfunden, zorg ervoor dat je er tijd voor hebt. En dat je ook echt weet dat je eigenlijk... Dat je niet even bij doet of even daarnaast doet. En wat we ook heel erg hebben gemerkt is persoonlijk werkt veruit het beste. Ja. Want we hebben social media natuurlijk veel gedaan. We hebben veel brieven geschreven. Ik zag een video voorbij komen. Met meerdere ondernemers uit Alkmaar. Ja, we hebben een heleboel dingen gedaan. Alleen bijna elke euro die we uiteindelijk hebben binnengehaald... zijn allemaal mensen geweest die we hebben kunnen aankijken... en kunnen vertellen wat we wilden gaan doen en waarom. En dan waren ze meestal heel snel met te investeren... omdat ze super enthousiast werden. En is dat nou ook dat stukje... ik spreek veel ondernemers. En als ik advies geef in marketing aan ondernemers... is het eerste eigenlijk altijd wat ik zeg van... bouw je klantenkring uit door middel van een naam en een e-mailadres. Ga je iets doen, kun je ze altijd vragen... hoe vind je dat idee? Of welke smaak zou je willen hebben? Heeft dat bij jullie ook zo bijgedragen? Waren jullie al met Thup's daarmee bezig? Namen en e-mails? Nou, daar waren wij gewoon eigenlijk helemaal niet goed in. Nee. Dus wat het bij ons ontbrak, was eigenlijk zo'n kant-en-klare lijst waar we mee aan de slag konden. Ja. Dus we moesten op zoek naar andere manieren. Eigenlijk begon je vanaf dat punt pas met namen. Ja, we hadden wel iets, maar eigenlijk gewoon vrij weinig. En doen jullie dat nu wel? Gaan jullie dat? Ja, alleen wel op een manier die bij ons past. Tuurlijk. En we willen niet agressief zijn. Hè? We willen gewoon eigenlijk gewoon toegankelijk, easygoing blijven. Ja. Dus we doen dat wel op onze eigen manier. Logisch. Ja. Logisch. Ik vind het zelf namelijk ook altijd heel vervelend als ik word plat gebombardeerd. Nee, maar dat is de kunst juist om het niet plat te bombarderen. En als je bombardeert, waarde geeft. Ja. Dat ze op zo'n manier... Oké. Hey, maar even wat anders dan de crowdfunding. Ik heb een beetje wat informatie natuurlijk moeten vinden online. We hebben wat gesprekken gehad. Yvette, jij had het ook over van dat je het belangrijk vindt. Een punt over consuminderen en een stukje duurzaamheid. Hoe zie je dat, hoe zien wij als gasten bij jullie dat terug in jullie bedrijf? In de back-end, in de front-end, wat we op de borden zien, wat er in de glazen geschonken wordt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, we hebben sowieso daar meerdere jaren voor uitgetrokken. Want ja, je hebt tijd nodig om dat zeg maar, ja, steeds meer plek te geven in je bedrijf. Mm-hmm. Wat je nu letterlijk kan zien is dat wij ons afval aan het hergebruiken zijn tot producten. Bijvoorbeeld onze tomatenblikken, die hebben we nu, zijn we aan het ombouwen tot plantenpotten. Okay. En die verkopen we als kruidenpotten. Dus we proberen te kijken van nou, als we toch materialen hebben, hoe kunnen we die eigenlijk weer hergebruiken? Mm-hmm. Straks zullen we ook steeds meer biologisch groenteafval hebben. En nou ja, ik ben voornemens ook om een wormenhotel neer te zetten. Zodat we eigenlijk ook de aarde zelf kunnen kweken. Ja, ja, composteren. Ja. Ja, en ook naar onze verpakkingsmaterialen zullen we steeds meer gaan kijken. Ja, dus dat zal naarmate de tijd vordert, zal daar steeds meer zichtbaar van zijn. Okay. En nu, ja, het zijn nu nog kleine dingen, hè, maar bijvoorbeeld we gebruiken bepaalde vissoorten waar we eigenlijk van af willen stappen. Okay. Dus we willen naar meer duurzame vissen. Dus maar denk je dan aan als je tonijn zou veranderen? Ja, we zitten nu aan makreel te denken, dus, maar daar moeten we nog wat testen mee gaan uitvoeren. Wat vetter? Ja, wat vetter. Nou ja, en we moeten het gewoon nog gaan testen, mm-hmm, hoe het gaat uitpakken. Ja. Okay. Maar zo willen we steeds, ja, stapje voor stapje. En dan wel met boerenverstand. Ja, dus dat doen wat je kunt en wat logisch is. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat stukje duurzaamheid waar je het over had in ons voorgesprek. Hoe zien we dat terug in het pand? Lokale producten, zoveel mogelijk. Lokale handjes die het werk komen doen. Ja, ja het zit hem. We hebben duurzame samenwerkingen ook met partijen uit de buurt, inderdaad. De Italiaanse producten halen we gewoon uit Italië. Maar qua vervoer zijn we aan het kijken of we een aantal dingen met een zeilschip bijvoorbeeld over kunnen krijgen. Zodat het helemaal emissieloos onze kant op komt. Het zou wel heel gaaf zijn. Zeker omdat dat schip dan aan de Bierkade kan aanmeren. Dus dat is wel ja, precies. Een soort van Sinterklaas 2.0, maar dan zonder Sinterklaas. Ja. Ja, en we zijn bezig met... kijk, alles wat je natuurlijk vers kan halen, dat proberen we uit de buurt te krijgen. Ja. Er zijn een aantal restaurants waar we mee samenwerken. Nou ja, een hoop ideeën die we nog willen uitwerken, waar ik eigenlijk misschien nog niet veel over moet zeggen. Moeten we eerst maar gaan realiseren. Ook, ja, maar de plannen die zijn er en hoe het uitgewerkt wordt, dat stap voor stap nemen jullie dat op. Ja, ja het is natuurlijk ook een stip aan de horizon die we hebben gezet. Mm-hmm. En het is een reis waar we gewoon elke keer naar dingen kijken van hoe kunnen we dit beter doen of waar komt dit vandaan of weten we wie hierachter zit. Kijk, van een aantal producten die uit Italië komen weten we exact waar het vandaan komt en we kennen de mensen zelfs. Van een aantal leveranciers, die heb ik persoonlijk ontmoet. Mm-hmm. We zijn van de zomer ook nog bij een slagerij geweest waar wij salamis inkopen in de Toscane. En uiteindelijk is het een proces wat jarenlang gaat duren om het gewoon klein stukje bij stukje beter te doen. Ja. Want dat stukje lokale samenwerking, die duurzaamheid, ja, dat is natuurlijk in Italië, leven ze op een hele andere manier dan wij hier in Nederland. En dat draagt natuurlijk ook allemaal wel bij aan de smaak. Ja. Nou ja, kijk, Italianen die, veel Zuid-Europeanen, we kunnen veel van elkaar leren. Maar wat we heel veel van hun kunnen leren is gewoon absolute eis van kwaliteit. Als je daar in de supermarkt komt en je koopt daar groenten, dan is dat gewoon volgroeid. Is natuurlijk ook wel iets makkelijker omdat het daar op het land, van het land komt. Maar anders kopen ze het niet. Nee. En ik vind dat wij als Nederlanders soms wel iets strenger mogen zijn met de kwaliteit die wij in de supermarkt hebben liggen. Dat we eigenlijk gewoon moeten zeggen van ja, maar dit accepteer ik niet meer, ik koop dit niet. En, maar ja, goed. Maar dat komt denk ik door een stukje kennis. Ja, kennis, maar ook cultuur. Ja. Italianen, wij zijn natuurlijk heel erg Italiaans georiënteerd, maar Italianen die zijn echt levensgenieters en die accepteren gewoon geen rotkwaliteit. Nee. En, en als je dat gewend bent, dan wil je ook niet anders. Nee, ze voeden hun kinderen ook heel erg op. Hè? En ook, want er is natuurlijk heel veel pasta, pizza, imago. Ja. Maar Italiaanse kinderen weten exact welke groenten ze op het bordje hebben liggen. En dat vinden ze super lekker. Dus daardoor kunnen wij wel wat van leren soms. Ja. Maar, ja. En hoe bouwen jullie klantenrelaties op? Want aan de ene kant ga je naar Italië natuurlijk om de beste producten te regelen. Die vinden jullie online? Die krijgen jullie toegeschoven? Nee, we hebben een leverancier hier uit de buurt. Mercato Italiano. Die haalt prachtige producten uit Italië. En dus dat is de importeur. Ja. Waar we heel veel zaken mee doen. En dan hebben we nog een aantal andere plekken waar we wel eens wat halen. En in de toekomst willen we het liefst ook eens in de zoveel tijd even naar Italië toe rijden en wat meenemen. Maar dat is deze zaak maar even neerzetten. Ja, nou, genoeg ideeën dus. Leuk. Ja, Mercato Italiano is ook echt een partij die kwaliteit heel hoog in het vaandel heeft staan. En ja. Mm-hmm. Hey, en hoe zit het met, jullie gaven net aan van die crowdfunding. We hebben heel veel mensen gesproken, letterlijk van deur tot deur gegaan. Gebruiken jullie die informatie van die mensen, naam en e-mail, ook weer om jullie stappen te communiceren waar jullie nu zijn in het proces van het crowdfunding? Is dat ook onderdeel van het crowdfunding? En hoe doen jullie eigenlijk ook een stukje marketing, PR voor jullie zelf? We hebben nu de crowdfunding is in juni, begin juni afgelopen. En daarna is het eigenlijk zo'n achtbaan alweer geweest met verbouwing en heel veel dingen te regelen. Dat we eigenlijk vorige week tegen elkaar zeiden van het wordt hoog tijd dat wij de investeerders weer even gaan informeren met hoe alles ervoor staat. Ja. En in de toekomst willen we dat veel wat regelmatiger basis doen. Maar onze dagen zijn nu zo versnipperd en dat het er eigenlijk niet echt van gekomen is. Mm-hmm. Maar dat gaan we inderdaad wel doen. En het zijn ook echt ambassadeurs. Ja. Mensen komen graag langs. Een aantal investeerders komt wekelijks nu al een pizza eten. Al moeten ze het op de stoep doen. Omdat we aan het verbouwen zijn. Dat maakt ze helemaal niks uit. En dat is superleuk. En nemen vrienden mee. En, maar dat krijg je met kwaliteit, hè? Dan maakt het niet uit. Ga je zeker. In Thailand heb je ook zulke goede kwaliteit. Zit je ook op een plastic stoeltje aan de straatkant, maar dan weet je echt dat je goed eten krijgt. En dat zie jij dus nu, want jullie zien dat nu terug. Dat is heel klopt. Leuk om te zien. Ja. En wat ook wel heel leuk is, dat een aantal van die investeerders, we krijgen niet eens de tijd om de tafel af te ruimen, want ze hebben het zelf al naar de afwas gebracht. En dat past ook wel bij de huiselijke sfeer die we willen neerzetten. Precies, maar het is gewoon wel leuk hoe dat werkt. Ja. Ja. Hey, wat gebruiken jullie voor on- en offline marketing voor jullie in het verleden? Wat hebben jullie gedaan? Wat jullie nu misschien wel gaan anders doen? Nou, we gaan het zeker anders doen. Het was natuurlijk mijn bedrijf de afgelopen jaren. En één dingetje waar ik niet zo goed in ben is de social media en online marketing. Mm-hmm. En ik vaarde eigenlijk altijd op een vaste klantenkring en kwaliteit die ik leefde. Ja. En daar lag ook echt mijn focus. Ervoor zorgen dat een product zo goed mogelijk bij de klant aankomt. Ja. Met de best mogelijke producten die je kan vinden. En soms kost het dan wat meer. Maar dan wel echt alleen maar de beste producten gebruiken. Die ik ook maar kan vinden ergens. Mm-hmm. Alleen dat gedeelte. De online marketing en social media en zo. Ja. Daar deed ik eigenlijk bijna niks mee. En ik heb er ook niet zo heel veel gevoel voor. Maar dat gaan we dus nu wel veranderen. We hebben nu al wat hulp gelukkig. Die dat voor ons een beetje uit handen gaat nemen. Ja. Maar wat Yvette net ook al zei, wel op onze manier. Mm-hmm. Wat die manier precies is, dat moeten we ook nog een beetje zoeken. Want ook in de crowdfunding waren we vaak in een situatie dat we mensen wilden gaan informeren. En dat we op een gegeven moment we letterlijk 20 filmpjes hadden gemaakt. Mm-hmm. En dat, maar dit dit is het ook weer niet. En dan uiteindelijk hadden we het dan wel voor elkaar gekregen. Maar ja, soms is het een beetje zoeken, toch? Ja. Ja, heb jij daar meer feeling mee? Nee, we hebben het allebei. Nee, we zijn allebei. Ik ben online ook hartstikke onvindbaar, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben meer beter in 1-op-1 contact of zo. Mm-hmm. Maar wat we wel, we willen wel wat meer bewustwording en wat meer de verhaallijnen zeg maar gaan vertellen over wat we doen. Dus niet zozeer over onszelf of weer de pizza voorbij, maar gewoon proberen dat we, als we wat vertellen, dat we dan ook echt wel iets te zeggen hebben of zo. Mm-hmm. Over duurzaamheid, over lokaal, over smaak, urban farming, een beetje meer dat soort. Gezonde voeding, hè, wat jullie in het begin zeiden. Ja, dat toch ook dus een iets beetje... waar mensen gewoon wat aan hebben. In plaats van... eigenlijk weer teruggaan naar een stukje community building dus. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus dat is wel een beetje de rode draad in jullie verhaal, denk ik. Hoe belangrijk dat is. De community heeft natuurlijk iedereen, elk bedrijf heeft dat nodig. Een community, een vaste community, dat houdt je overeind. Maar leuk, interessant. Hey, ik hoor een beetje, niet heel denigrerend bedoeld, maar social media is niet mijn ding. Ik heb er geen gevoel bij. Heeft dat te maken met dat je technologie wat moeilijker vindt? Of heeft dat gewoon te maken met iets anders? Nou, ik denk dat wij allebei gewoon zelf nooit de interesse hebben gehad. Heel veel mensen scrollen heel veel op social media. Dat hebben wij maar allebei. Dat heeft niks te maken met dat jullie wauws zijn van of anti-technologie. Nee hoor, zeker niet. Nee, ik hou van gadgets zelfs. Nee, welke technologie gebruiken jullie in het bedrijf nu? In vorm van bestellingen, ordersystemen. We hebben zoveel inhoud van blikken tomaten. Per dag gaan er zoveel uit. Hebben jullie daar technologie? Gebruiken jullie die? Of is dat nog steeds met pen en papier? Nee, zeker niet met pen en papier. Nee, we zijn wel bezig met ook een nieuw systeem. Wat een aantal facetten in het bedrijf gaat koppelen. Ook omdat we natuurlijk die delicatessen er nu erbij krijgen. Ja. En we vinden het gewoon niet leuk om heel lang achter een computer te zitten. Nee. Dus daarin willen we zoveel mogelijk ontzorgd worden. Mm-hmm. Dus we zijn op dit moment bezig met Antil, die een aantal systemen voor ons gaat koppelen. En waar dragen die systemen aan bij? Kan je dat wat? Nou ja, we moeten natuurlijk online wordt er besteld. Ja. Wordt besteld in het restaurant. We willen straks een QR-module, dus dat mensen vanaf een tafel kunnen bestellen. Mm-hmm. De boekhouding moet gescheiden worden. Yeah. Dus daar wil ik ook zo weinig mogelijk tijd aan kwijt zijn. Dus dat wordt gekoppeld. Uiteindelijk kan het voorraadbeheer er ook nog aan gekoppeld worden. Maar ik denk dat dat bij ons nog niet nodig is. Mm-hmm. Misschien ooit in de toekomst als we nog veel meer groeien. Ja. Of iets erbij gaan doen. Maar dat is niet de optie waar we nu al voor gekozen hebben in ieder geval. Mm-hmm. Wat heb ik nog meer? Nee, ik denk dat ik het eigenlijk wel heb opgenoemd. We gebruiken nu... we zijn natuurlijk in principe een bezorgrestaurant nu. Dus we hebben, je kan bestellen via de website. En dan en dat is allemaal geïntegreerd in... er komt voor de keuken een bonnetje uit. En, de bezorger die kan via zijn app naar de navigatie toe. Of kan bellen, de klant bellen. En, maar ja, wat Yvette al zegt, we moeten het gaan uitbreiden. Omdat we natuurlijk een heel ander soort bedrijfsvoering krijgen. Ja. En ook ontzorgd willen worden. Mm-hmm. En inderdaad, qua voorraadbeheer. Ja, door de jaren heen zit er natuurlijk in mijn hoofd... weet ik precies wat ik moet bestellen. Dus, maar voor de toekomst is het misschien wel handig dat we dat wat gaan automatiseren. Maar voor nu is dat nog niet heel erg belangrijk. Nee, precies. Het is nu wel een stapje groter dan wat je in het verleden hebt gedaan. Dus ja, maar ook een leverancier, de meeste leveranciers leveren dagelijks. Ja. En één leverancier levert 3 keer in de week. Uh-huh. Dus als je een keer wat vergeten bent, dan komt het ook wel weer goed. Precies. Wat zou een advies kunnen zijn aan een ondernemer die overweegt een horeca te beginnen en crowdfunding aan wil? Of denkt om crowdfunding aan te schrijven? Wat zou een advies kunnen zijn? Ik ben benieuwd naar Yvette. Ja, heel goed, wat mij betreft heel duidelijk hebben wat je gaat doen. Ja. En dat ook heel goed kunnen uitleggen aan mensen. En ook heel goed kunnen uitleggen van waarom dat een goed idee is, zeg maar. En ja, ongeacht of wat je nou wil doen, een café, restaurant, hotel of wat dan ook. Maar echt heel duidelijk en beknopt kunnen beschrijven, eigenlijk als een soort elevator pitch. Toch wel. Van dat je mensen kan enthousiasmeren, dat, je dat je dat echt wil en dat je dat ook echt een goed idee is. Ja. Kijk, als iemand €100 investeert, nou dan, als je dat kwijtraakt, oké, maar als jij echt een horecabedrijf wil starten, een nieuw restaurant, dan heb je het over tonnen, zo niet miljoenen als je het heel groot aanpakt. Ja, dan mag je toch wel een heel goed verhaal hebben. Ja, dat denk ik. Ja. En jij, Yvette, wat is jouw advies? Nou, dat je ook goed kijkt naar het platform wat bij je past. Want wij hebben gekozen voor Crowdabout Now. Maar Crowdabout Now is wel best wel uniek ook in die wereld. Juist om dat het de gewone, de gewone mensen aanspreekt. Ja. En dus ja, het is dan als ondernemer wil je juist misschien meer die zakelijke kant belichten. Of wil je juist je verhaal vertellen en welke groep past daarbij. Dus dat is... Het hangt natuurlijk wellicht ook af van waar je de funding voor nodig hebt. Ja. Is het een sociaal aspect? Horeca is natuurlijk een sociaal ding. Dus dan is Crowdabout nou toch wel de meest geschikte. Omdat een horeca altijd wel... Ja, het heeft heel veel voordelen. Ja, in een community, in een stad, in een dorp toch eigenlijk wel mensen betrekt. Ja. Nou, en wat nog een beetje onderbelicht is gebleven in dit gesprek, maar wat ik zelf ook heel leuk vind aan die crowdfunding op deze manier, is dat we allerlei samenwerkingspartners eigenlijk door de crowdfunding zijn tegengekomen. Ja. Dus een aantal leveranciers bijvoorbeeld, zeezout wat in Nederland gedelft wordt. Ja, ja. Maar ook het zeilschip waar ik het eerder over had, die is ook via crowdfunding binnengewandeld. Okay. Ja, dat zijn soms contacten waar je anders jaren over doet om ze te vinden. Ja. En nu kwam er van alles op ons af. Dus leuk. Dat is wel echt dus heel leuk. Samenwerken met Neder, dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Dus het draagt wel bij, niet alleen in funding... Maar het draagt ook wel bij in je netwerk. Ja, ontzettend. En dat is ook leuk als je als ondernemers ook, lokale ondernemers ook, elkaar kan versterken in de stad. En met elkaar de stad daardoor ook leuker en interessanter kan maken. Zeker, zeker. Hey, laatste vraag. Want, ik ben wel benieuwd, ondanks dat jullie natuurlijk net begonnen zijn, wat deze richting opgaat. Maar hoe ziet jullie stip aan de horizon eruit? Wat zie je voor toekomst te beginnen? Zijn er plannen om uit te breiden? Of is dat nog veel te vroeg? Dat is te vroeg. Ik denk wel dat we een heel, heel, heel toffe zaak gaan neerzetten. Of aan het neerzetten zijn. En voor de toekomst zouden we misschien daar meer mee kunnen doen. Dat weet ik niet. Ik heb in het verleden best wel... groeidoelstellingen gehad voor mezelf. Ik heb ook 3 vestigingen gehad op een gegeven moment. En nou ja, het zijn dus nu weer terug naar 1. En ik vind dat ook wel fijn nu. Dus ik wil ook nu gewoon daar eigenlijk niet mee bezig houden. Gewoon concentreren op focus. Focus op deze zaak. Om dit echt een toptent te maken die ook heel dicht bij ons hart ligt en blijft. Gewoon echt vanuit je binnenste dat doen en niet omdat dat er geld verdiend moet worden, maar gewoon dat je echt trots bent op wat je doet en op je producten en op de plek en op het personeel. Ja. En dat je en wat daarna komt, dat zien we wel weer, maar dat is niet een doelstelling op zich. Ik wil nu gewoon, het klinkt een beetje cheesy, maar gewoon genieten van de reis, denk ik, of zo. Hartstikke goed. Ja, dat geldt voor mij ook. Ja, eigenlijk mijn enige ambitie in het leven is zo'n leuk mogelijk leven. Ja. Dat klinkt niet zakelijk, maar ik ben er eigenlijk tot nu toe best wel in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. En de zaak is daar een onderdeel van. Dus en er zijn nog heel veel mooie dingen die we moeten uitwerken. Dus er zit voorlopig nog genoeg uitdaging op allerlei gebieden. Dus. Ja. Nou, ik denk dat het wat dat betreft wel goed gaat komen. Zeker omdat zolang die kwaliteit er is... En die zal niet heel snel ver weg gaan. Komt dat allemaal wel goed, denk ik. En voor nu dank je wel dat jullie mijn gast zijn geweest. En, jij bedankt. Ja, ontzettend bedankt. Voor hartstikke goed. We hebben heerlijk gegeten. En dan gaan we nu het bubbelbad in. Graag gedaan. Ja, heb je bikini mee? Dat mag. Voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. Hebben jullie vragen aan ondernemers? Surf even naar YouTube. En laat een reactie daaronder en dan komen we bij je terug. Fijne dag. Bedankt.